Mijn naam is Adrie en ik ben eerste bedienaar Bruggen en Sluizen. Wij zorgen dat de scheepvaart vlot en veilig door alle bruggen en sluizen bediend worden. Vroeger werden alle bruggen en sluizen lokaal bediend. Het is allemaal verschoven naar afstandsbediening. Het voordeel daarvan is dat je goed overzicht hebt. Je hebt goede camera's om het hele object goed te bekijken. Dat je alle scheepvaart toch redelijk snel kunt bedienen, omdat we dus 15 bruggen en sluizen in de provincie hebben. In 2020 is de ombouw begonnen van al onze bruggen en sluizen naar een universeel systeem. Dat wil zeggen, het bedienwijze is op alle bruggen en sluizen hetzelfde principe. Het gaat veel sneller, makkelijker. Als je het bedienen van één sluis weet, dan kan je ook de andere sluizen goed bedienen. En het was voorheen met het oude systeem, was elke brug of sluis had zijn eigen specifieke bedienwijze. Dus het grote voordeel van dit systeem is dat het veiliger is en overzichtelijker bedienbaar. We zitten hier in de winter met 4 collega's, dus dat is een klein groepje. In de zomertijd zitten we met een grote groep van 7 mensen. En dan totaal over de hele dag met 14 mensen. Dus de ochtendploeg is er tot 2 uur en om 2:15 komt de middagdienst. We hebben dan even een kwartiertje de tijd om overdracht te doen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn taak, toch wel deels autonoom. Iedereen weet precies wat hij moet doen. We hebben een goede teamsfeer, dus dat loopt allemaal heel goed. 'S Morgens gaat de wekker bij vroege dienst heel vroeg, dan moet ik toch even wakker worden. Maar zo gauw ik hier dan weer op de bediencentrale kom en we hebben alles opgestart, dan denk ik van het is een heel leuk werk dat we de scheepvaart blij kunnen maken om ze vlot door de objecten te sturen. Dat maakt dat het werk heel leuk is en dat we daar waardering krijgen en dat ik weer met plezier ook weer naar huis ga en met plezier weer kom.